ik ben blij dat ik weer speel en blij dat we punten pakken. Dus ik zit lekker in mijn vel. Hoe is het afgelopen half jaar voor je geweest? Ja, moeizaam wel. Lang niet gespeeld. Je ziet dat het moeilijk gaat met de ploeg, met de club. Dus ja, dat is wel een vervelende periode. Een vervelende periode heeft Mike van Duinen achter zich gelaten. De aanvaller brak tijdens de zomerse oefencampagne zijn middenvoetsbeentje, waardoor hij een geruime tijd moest revalideren. En de revalidatie duurde langer dan gehoopt. Ik had wel gehoopt dat ik er weer sneller was. Ik had 1 keer eerder gehad in mijn andere voet en daar ging het wel wat sneller. Maar dan blijkt het ook maar dat het niet met elkaar te vergelijken is. En net genezen daar wat sneller en nu wat langzamer. Dus ja, al met al, voordat je echt weer fit bent, ja, dat is denk ik echt nu pas. Kun je een beetje aangeven het verschil in wat voor team je terechtkwam, zeg maar, na je blessure en hoe het er nu op staat? Ik denk iedereen vooral voor zichzelf. Dat merkte ik wel toen ik hier was en ook wel down. En dat is misschien ook wel logisch gezien de resultaten, maar je merkte weinig leven in de groep. Dat viel mij wel op. En ja, als ik dat vergelijk met nu zie je wel jongens met elkaar bezig. Ze coachen elkaar, helpen elkaar en ja, we vechten denk ik met z'n allen en dat is wel een groot verschil. Er werd ook wel over gesproken dat de wat meer ervaren jongens daarin in de eerste periode gemist werden. Schaar je ook tot die ervaren jongens die daar nu op dit moment toch nodig zijn? Ja, dat denk ik wel. Het liefst was ik nog 5 jaar jonger, maar ja, ik word er wel bij en dan mag ook wel wat verwacht worden, denk ik. Ik denk niet zozeer dat bijvoorbeeld ik alleen het grote gemis was, maar als je zegt, ja, Bram was er niet, Etienne was er niet, dat zijn wel een paar oudere jongens en dan mis je er gelijk 3. Ik denk dat voor bij deze groep wel, dat allemaal bij elkaar wel een groot gemis was. En, ja, al was het bewijs van maar 1, dan was dat makkelijk op te vangen. En vanaf nu wordt dat beter opgevangen en zijn de resultaten daar ook naar. Want zo is PEC Zwolle nog ongeslagen in 2020 en pakte het al 5 punten. Ja, nu 2 keer 0, dat is perfect. En ik zie echt iedereen strijden op dat veld. En als je degradatievoetbal speelt, en dat spelen we nu, dan wordt dat wel gevraagd. Ja, je speelt ook wat meer gegroepeerd achterin, staat allemaal wat voller. En dan 2 man voorop, jij met Lennart, de laatste wedstrijden. Is dat fijn dat je is dat een wat vrijere rol die je voorin hebt? Het is gewoon, ga maar gewoon en zie maar waar je komt. Of hoe moet ik dat zien? Je hebt wel iets meer vrijheid, omdat je start eigenlijk voornamelijk vanaf de binnenkant. En dan heb je uitwijkmogelijkheden naar de zijkant. En ook vooruit om druk te zetten, voel ik me wel erg prettig bij. Dat je gewoon wat meerdere kanten op kan. En ik denk dat het ook wel bij mij past. Ja, hoe probeer je dat in de wedstrijden ook te temporiseren? Voel je dan ook aan van, nu moet ik eventjes er weer aan trekken om het team weer helemaal mee te krijgen? Heb je dat ook gehad al? Of? Ja, meestal zie je een moment als je in een bal denkt van, dit kan wel eens een goed moment zijn om vooruit te gaan. Dan ben ik een van de voorste, dus vaak ook de eerste die gaat. En dan neemt het de ploeg misschien wel mee. En, dan hoop ik ook dat zij mij volgen. En dan kan ik ook best wel een keer een verkeerd moment kiezen. En dan moeten ze me terugroepen. Maar dat is denk ik wel een signaal dat we met z'n allen naar voren kunnen. En de ene keer ben ik dat, de andere keer is Lennart dat. En ook wel de backs die dat signaal kunnen geven. En onder andere met de spirit van Van Duinen hoopt PEC Zwolle deze lijn door te zetten. Te beginnen zaterdagavond met de belangrijke uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Ja, dit zijn wel wedstrijden waarin je jezelf echt moet belonen. En RKC die vecht denk ik ook voor een laatste kans, dus die zullen ook alles aan doen. Maar ik verwacht wel dat wij een betere ploeg hebben. Maar goed, dan moeten we het wel zo invullen zoals we dat de laatste weken doen. En niet denken dat we nu 3 resultaten hebben gepakt en dat we denken, we kunnen het ook wel ietsje rustiger aandoen. Want dan worden wij hartstikke kwetsbaar. Wat hoop je zelf nog te bereiken? Ik wil gewoon handhaven met de ploeg en het liefst nog hoger, maar de eerste doelstelling is absoluut handhaving. En verder hoop ik de lijn die ik de 2 seizoenen zelf heb ingezet, hoop ik ook door te zetten.